Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal. We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus. Wel handig, zo'n stadion waar je ook boodschappen kan doen. Zeker. Nu weten de mensen dat we in Leeuwarden zijn. Ja. Nou, had ook Almelo kunnen zijn, maar we zijn in Leeuwarden bij Cambuur. Wat een timing. Het weer past wel een beetje bij de sfeer hier in Leeuwarden. Het weer past bij de sfeer. Het ruikt ook nog eens. Ik moet zeggen, ik was niet de wedstrijd live aan het kijken. Nee, want ik was allemaal de klassieker aan het kijken. Maar natuurlijk. Toen ik die scores binnen zag komen, dacht ik al, het zou me niet verbazen als wij straks een belletje krijgen of een appie. Ja. Jij kreeg ook een belletje? Ja, ik zat ook op tweede scherm een beetje mee te kijken. En ik kreeg na de wedstrijd inderdaad een appje van de trainer van Social T, die bij ons in de bus zit. Zo van, Milan, wil je me even bellen? Toen dacht ik, oh nee, daar gaan we. Nou, meteen teruggebeld. Toen zei hij, ja, ik vind het laf om af te zeggen. Maar ik ga niet de vrolijkste zijn vandaag. Nou, toen zei ik, nee, dat snappen we heel goed. Dus we zijn ook niet op zoek naar een scheidlollige podcast. Maar we gaan het gewoon een beetje praten over het vak en hoe het is om in degradatienoten trainer te zijn. Toen zei hij, dat snap ik wel. Dus dat vind ik wel sterk van hem. Zeker, ja. Heel sterk. Dat ja. Hij gewoon en het was met, niet afgebeld. Het was met weekendje wel. Ook niet alleen voor Cambuur en Excelsior, maar... Ja, het was een krankzinnig weekend. Goh. Ja, is toch fijn dat je gewoon verwachtingen hebt bij een weekend en dat er ook wat gebeurt. Voor de mensen thuis, alvast wat huishoudelijke mededelingen. Oh, wat dan? Jij gaat op vakantie. Ik ga op vakantie, ja. Lekker zeg. Ja, 2 weekjes naar Thailand. Ja, echt heel veel zin in. Dus Volgende week? Volgende week Demi Dizeeuw. Nee. Volgende week Gino van Kessel. Gino van Kessel? Waar ik Demi Dizeeuw zei, zeg ik... Vindt Gino Dekker? Zeg ik, vindt Gino Dekker? En waar ik... Vince Gino van stop, Kessel zei... Stop de tijd. Zeg ik Demi Dizeeuw en ik zet 2 jokers in. Ja, Gino van Kessel is ook een voetballer. Klopt. Ja, die, had ik even, die, hebben, die is al in de bus geweest. Die is al geweest. Die gaan we hier nog een keer uitzenden. Nee, Vince Gino Dekker en ja, Demi van Spakenburg. Ja. Ja, een week voordat precies. Het bekerspectakel plaatsvindt. Ja. Daar kunnen ze volgende week naar luisteren. En de week daarna Demi Dizeeuw. Ja. Allebei leuke podcast. Zeker. En we hopen dat deze ook... mooi woord. Het is een zwaar vak, trainer. Zeker als je in degradatiestress zit. Ja. Goh. Moment van de week. Ellenlange pagina's over scouting, over beleid, over cognitieve gedragstherapie. Over eigenlijk elk onderwerp waardoor een verjaardagsfeestje in een grafstemming verandert. Als je er langer dan 3 minuten staat over touwhoeren. Daar bestaan de schrijfopdrachten uit die nodig zijn om het schriftelijke bewijs te halen dat je klaar bent om coach te worden in een betaalde voetbal. Dat menig succesvol trainer in de betaalde voetbal die boekwerken liever door andere literaire romanticus laat optikken, is een patroon van alle dagen. Wanneer Robbie Alflen zijn hersenpan laat kraken over het karwei dat hem voor de boeg staat, moet hij maar aan 1 persoon denken. Die gozer in de jeugd die heeft gestudeerd. Die man die boeken leest en daar nog plezier in heeft ook. De Utrechter die KNVB-opdrachten schrijft alsof het vriendenboekjes op de basisschool zijn, zal uiteindelijk bij meer eredivisiewedstrijden aan het roer staan dan Alflen zelf. En daarin krijgt hij genoeg voor elkaar. Dat Fortuna nog steeds op het hoogste niveau speelt, bijvoorbeeld. Tegenwoordig zit hij aan de Berenburg uit Leeuwarden in plaats van aan de Turkse Thee. Meer ga je horen van Cambuur-trainer Sjors Ulte. Een introotje. Ja, Sjors. Ja. Normaal zou je daar waarschijnlijk om moeten lachen of om moeten gniffelen. Maar we zijn hier op maandagmiddag de dag na Excelsior Cambuur. Ja. Dus even weinig plek voor vrolijkheid. Ja, heel weinig. En dat is altijd lastig, want... Ook als je thuis komt, wil je niet alles meenemen van je werk en niet hun nog meer meenemen in wat ze al voelen, want ze leven natuurlijk al mee. Maar het is lastig om dingen heel snel te parkeren. Ja, dit gaat natuurlijk over Robbie Alflen, die dat is bekend. Jij hebt hem geholpen bij de cursus. Wie is er zieker van de nederlaag gisteren? Robbie of jij? Of hoe uitziet dat verschil? Het verschil is dat ik ook voor de camera moet komen. Ja. En dat is natuurlijk een groot verschil tussen hoofdtrainer en assistenttrainer. Assistenttrainer heeft zijn eigen irritatie, zijn eigen frustratie en kan dan zijn eigen weg gaan. Ik mag langs jullie en al je collega's. Ja. En dan moet je ook weer goed nadenken. Wat ga je zeggen? Je wil het team niet afvallen. Je moet al vooruitkijken. Je krijgt af en toe irritante vragen. En ook vandaag moet je gelijk voor de groep staan. En dat heb ik zelf ook gemerkt in de jaren assistent trainen. Daar kan je een klein beetje meer verstoppen. Ja. Dan kan je een keer een dag denken. Nou, ik ben vandaag zo chagrijnig. Ik ga een dagje wat minder zeggen.
En als hoofdtrainer kan het gewoon niet. Dus ja, een andere vorm denk ik van boosheid. Maar als hoofdtrainer kan je gewoon niet verstoppen. Sparren jullie ook even naar zo'n nederlaag van wat zal ik zeggen? Of wat is het verhaal van deze wedstrijd? Wat voor boodschap willen we uitstralen? Ja, met meer. Met de andere assistent-trainers, ook met onze directeur. Fouke Boy die er ook bij staat. Dat is wel echt fijn dat je met normale mensen kan overleggen. Als de emotie te hoog is, heeft het ook geen zin. Maar het zijn wel mensen die heel reëel kunnen kijken naar voetbal. En ze wel kunnen helpen om de juiste dingen te zeggen. En soms ook af te vragen al wat gaat er gevraagd worden. Gaat een irritante vraag komen ergens over? Misschien een beslissing van een scheidsrechter die heel dubieus was. Of een domme rode kaart die je zelf pakt. Dus dat even sparren is wel fijn om ons voor te bereiden op die hyena's van de pers. We gaan het straks hebben over hoe het leven is in een degradatiestrijd als trainer. Maar we beginnen altijd met het moment van de week. Jij mag weer aftrappen. Mag ik aftrappen? Ja. Het is wel een bewogen week geweest in vele opzichten. Maar ik kan daar eigenlijk bijna niet omheen om toch een moment uit de klassieker te nemen. Wij pompen van tevoren natuurlijk die wedstrijd altijd enorm op. Ja, doen we dat? En dit jaar was het natuurlijk sowieso op heel veel fronten een supermooi verhaal. Omdat het ook gewoon een strijd om de koppositie was. Dan ben ik sowieso altijd super blij als de wedstrijd niet teleurstelt. Als er genoeg gebeurt, als er veel is om over na te praten. Als er sowieso doelpunten zijn. En ik had nu als moment eigenlijk toch de redding van Wellenreuther. Ik denk dat we aan het begin van het seizoen heel veel hebben benadrukt dat er bij Feyenoord ook veel zou afhangen van of ze een beetje heel zouden blijven allemaal. Dat de selectie best wel dun is. En eigenlijk laten ze gewoon constant zien dat de ondergrens, ook van de hele groep bijna, dat het echt wel oké is. En er zijn best wel wat doelpunten geweest in de afgelopen wedstrijden waarvan je dacht, Justin Bijlo had die waarschijnlijk wel gehad. Had ik ook bijvoorbeeld bij de goal van Tadic, dat ik dacht, had ik Bijlo wel zien pakken. Maar daarom vond ik het wel mooi ook voor Wellenreuther zelf. Die weet van, oké, Bijlo komt bijna terug. Dat hij op zo'n moment in de wedstrijd zo'n redding kon maken. Dat vind ik wel gewoon mooi voor hem. En ook mooi tonend voor waar Feyenoord op dit moment gewoon voor staat. Dat het gewoon lukt. Het is gewoon een collectief. Ik denk dat iedereen die daarnaar kijkt, daar geïnspireerd van kan raken als je als collectief zo beter speelt tegen een ander team. Ja. De manier waarop. Dus, ja. Het is echt een 6-punten-redding. Ja, het is echt. Het geeft mooi aan hoe voetbal, hoe dingen dicht bij elkaar liggen. Ja. Ja. Het is 3-2. Het wordt nog 2-3. Ja. Dat is, ja. En ik zag het niet eens, hè? Ik zag dat de redding was. Nee. Ik dacht, hoe kan Kudus die nou naschieten, dacht ik. Ja. Was jouw moment? Ja, ik denk dat voor Nederland de verkiezingen wel echt het moment van de week geweest zijn. Zo'n duidelijke proteststem tegen ongeveer alles. Niet alleen in bepaalde provincies, maar door het hele land. Ja, we hadden allemaal denk ik wel verwacht dat het een beetje die kant zou gaan, maar dat het zo extreem geweest is. Het zegt wel heel veel over hoe mensen zich uiten. Dat is denk ik vooral heel erg tegen iets. Ja. Niet zozeer voor iets, niet zozeer oplossingen, maar vooral boosheid, teleurstelling en een soort woede. Ja, snap je dat protest? Snap je die tegenstem? Ja, maar hij is er altijd. Zeg nee, stem SP. Die is al heel oud, maar die was er. Fortuyn, Wilders, Forum. Er zijn altijd veel mensen die hard nee willen roepen. En er zijn genoeg redenen om nee te roepen. Zeker nu het ook economisch natuurlijk moeilijk gaat. Alle affaires, toeslagen, Groningen, noem ze allemaal maar op. Ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen om boos te zijn. Alleen de vraag is wel, alleen boos zijn, lost het probleem op. Ja. En dat is denk ik wel een hele lastige nu, want de problemen zijn duidelijk aangestipt, maar de oplossingen heb ik weinig gehoord. Nee, kijk, als je naar het verkiezingsprogramma van wat ik trouwens wel een opmerkelijke reflex vond in de media, was dat er een aantal media, ik zag onder andere RTL Nieuws, maar ook de Volkskrant, die pas na de verkiezingen het verkiezingsprogramma van de BBB gingen uitpluizen. Ja. Dan denk ik, dat is nou precies je taak als journalistiek om dat ervoor te doen, zodat je mensen kan leggen wat, zeker bij Provinciale Staten, waarin niet veel mensen partijprogramma's lezen. Dat vond ik een opmerkelijk reflex. Maar daar staat ook niet super uitgebreid wat het plan is. Nee. En dat zegt misschien ook wel wat over dat de frustratie zo hoog is bij mensen dat ze alsnog overgaan tot deze stem. Ja. Maar goed, wij rijden elke week naar stadions. Jij hebt ook veel uitwedstrijden. Je zag krankzinnig veel omgekeerde vlaggen langs de weg. En dat zijn niet alleen maar boeren, dat zijn ook... Nee, dat is allemaal mensen gebleken, die over alles ontevreden zijn. Als alleen de boeren gestemd hadden, hadden ze nooit zoveel stemmen gehad. Er zijn heel veel mensen geweest. En vooral mensen die dus heel boos en heel teleurgesteld zijn. En dat is natuurlijk een slecht teken. Ja. Maar het maakt me ook wel een soort van angstig over wat er gaat komen. Want als het niet lukt om nu dingen op te lossen, en zonder oplossing oplossen is lastig.
Wat gaat er over 2 jaar dan gebeuren? Ja, er is wel 1 groot verschil met het verleden. Deze partij geeft wel van tevoren al aan, wij willen samenwerken, wij willen dingen doen. En ze hebben ook voor mij al ingewerkt dat ze mensen hebben klaarstaan. Dus echt wel een partij die stabieler is dan met vorige partijen gezien hebben. Ja. Maar qua beleidskeuzes en ook hoe groot ze ook geworden zijn. Het is nergens meer dan 50% in geen 1 provincie. Dus uiteindelijk zal het toch democratisch moeten. En wordt denk ik heel lastig om daar maar meerderheid te pakken voor dit soort doelen. Volg je het heel erg? Of? Ja, ik vind het wel echt interessant. Ja. Maar ook het hele idee van leiderschap. Omdat je weet hoe moeilijk leidinggeven kan zijn. Je hoort vaak mensen zeggen, ja, ze moeten gewoon eerlijk zijn. Ja, ook als hoofdtrainer weet ik, het is soms lastig. Als je maar vraagt waar een speler is en een speler heeft een privé situatie die ik niet mag zeggen. Dan moet je een beetje vaag zeggen, ja, het is privé. Ja. Denk maar, zeg het nou gewoon. Ja. Ja, dat kan niet altijd. En ja, het besturen van een land moet nog veel complexer zijn dan het besturen of het leiden van een voetbalteam. Ja. Dus wat erbij komt kijken, maar ook het hele politieke spel. Leiderschap, charisma. Dat je soms dat zonder een boodschap, maar gewoon met het goede gevoel heel veel kan winnen. Ja, dat vind ik in Nederland, maar ook in Amerika altijd heel boeiend. Ja. Ik was een maand of 5 geleden in Amerika. Zat ik in een taxi naar mijn hotel toe. Het heel gesprek gehad over Trump. En ook hoe wij in Europa denken over Trump. En dat het totale onzin is. En over ze vergeleek de wapenwet met onze alcoholwet. Ja, dat ging helemaal los een half uur. Waar ben ik nou beland? Maar ja, hoe mensen politiek beleven is natuurlijk wel heel boeiend. Want uiteindelijk gaat het wel om hoe ons leven georganiseerd is. Dus ja, zeker. Ik vind het wel interessant. Ook de rol inderdaad die niet de inhoud speelt. Maar juist alles buiten de inhoud. Ja. Want dat is vaak veel groter nog dan de inhoud zelf. Jouw moment? Ja, dat is niet per se heel vrolijk. Het is het moment van Groningen met een fan die Willems laat. Willen jullie dat ik positief of negatief begin? Positief eindig. Ja. Positief eindigen. Begin maar negatief. Nou, begin ik negatief. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is overduidelijk. Dat hoef ik niet te zeggen. Maar hier zijn dus de uitsupporters verboden door de burgemeester. De politie begint steeds meer te zeggen dat het over het hele land zou moeten. Maar ja, dit waren weer de thuissupporters. Ik word er een beetje treurig van. En ik zou zo graag een soort van cultuurverandering in het voetbal willen zien. Dat je gewoon met je gezin kan komen. Maar ik weet niet zo goed wat de oplossing is. Heb je gezien bij Utrecht? Utrecht Eagles? Daar hebben ze supporters elkaar laten ontmoeten, zag ik. Nee, heb ik niet gezien. Ik zag het voorbij komen dat ze met de directeuren erbij en supporters bij elkaar voor de wedstrijd. Een soort van de hekken opengezet. Oké, wat goed. Vond ik wel een heel mooi initiatief. Ja. Ik bedoel niet dat het nou altijd zal lukken, maar ik vond het heel mooi dat ze als tegengeluid zoiets deden. Van we zetten gewoon de hekken open en we kunnen wel gewoon normaal met elkaar omgaan. Ja, ik had het gisteren met mijn broer over. Misschien moet je wel iets een keer een experiment doen dat je gewoon door het hele publiek zet uit supporters. Ja, als ik in Duitsland ga kijken, dan is dat heel normaal. Ook qua shirtjes en alles. En alles loopt door elkaar heen. Maar goed, wel even kijken. Want iedereen heeft het over harde straffen en bla bla bla. Maar er moet gewoon een soort van cultuur komen dat het niet normaal is om agressief te zijn naar tegenstander. Ja, alleen we moeten niet een soort van geromantiseerd beeld hebben van wat zou kunnen. Uiteindelijk moet je eerst gewoon kijken van... Jawel, maar je verandert. De volgende week is het weer een andere debiel en de week daarna weer een andere. Je moet een soort van cultuurverandering proberen te... Als je oprecht gewoon super zwaar gaat straffen, dan geloof ik oprecht dat gedrag de kop wordt ingedrukt. Okay. En nu gaat het elke keer maar ook mensen buiten voetbal die dan zeggen, ja, de voetbalsupporter, ja, dat is zijn, moeten we dat allemaal een voetbalsupporter noemen? Omdat het onder de vlag van... Ja, maar sowieso, het gebeurt niet alleen bij voetbal. We hadden het over de verkiezingen, hoe boos mensen zijn, hoe welke demonstratie ook gaat doen. Waar je ook kijkt, is overal natuurlijk heel veel idioot gedrag en mensen die zich heel raar gedragen. Ja. We hebben bij Groningen uit de wedstrijd gehad die gestaakt werd, omdat de hele groep het veld op kwam lopen. Maar tegelijk zie je Groningen met die actie ervoor, denk je, ja, fantastisch. Die sjaals, de spandoeken. En dan gaat het helemaal niet meer over die actie. Nee. Wat ik snap met Natuurlijk, want excess is groot. Maar dat zijn extra zuur. Want er zijn zoveel mensen die zoveel inzet hebben getoond voor een mooie actie. Precies. Juist een club die het moeilijk heeft steunen. Ja, er zijn een paar van die halve zolen. Of een paar, misschien was er maar 1. Ja. Die eigenlijk alles weer verpest daarmee. En hetzelfde met, ze hebben daar geen gracht en geen hekken. Ja, eigenlijk heel mooi. Dan kijk je hier hetzelfde. Ja. Maar moet je dan weer een gracht aanleggen? Moet je dan weer een heel hek op gaan bouwen? Omdat er een paar mensen zijn... Ja, ik geloof... Dat het alarmfase 1 is. En dat zowel de overheid, clubs, KNVB, al echt nu... Ja, maar je neemt de situatie hier. Ja. Na de wedstrijd is het vooral uit de hand gelopen met mensen die niet in het stadion geweest zijn. Klopt. Mensen die hadden geen kaartje. En die zijn gaan rellen met die bussen. Ja, ja dat is uiteraard gedrag. Ga ik niet goed praten. Nee, juist niet. Maar dat maakt wel dat het heel moeilijk is om te zeggen, wie ga je straffen? Nee, zeker. Als mensen gewoon na een wedstrijd naar een stadion komen en denken, nou, als ik wil vechten, is dat een mooie plek om te gaan vechten. Ja. Ja, dan mogen er geen uitfans komen hier. Ja, een hele rare optelsom, die ook wederom politiek heel lastig is. En ik snap ook wel dat de agenten ook niet voor een lol tussen zulke halve zolen gaan staan. Maar ja, wie ga je straffen
als je inderdaad dit soort straffen uit gaat delen. Want mijn spirit animal van het weekend, je hebt Peaky Blinders misschien ook wel gezien, de serie. Ja. Kijk, nou, dit is dat vreselijke incident met Willems, maar let op. Moet even je microfoon. Oh, sorry, voor de podcastluisteraars, ik beschrijf het even. Tijdens het incident met Willems staat er een man in een hoekje met een Peaky Blinders pet op heel rustig een peuk op te steken. En de kijkers kunnen dit zien. Kijk, het gaat om deze man hier. Kijk, allemaal gedoe. En hij denkt, weet je wat? Ik vind het allemaal wel best. Ik ga hier gewoon eens even heel rustig een peuk opsteken. Eens even kijken hoe dit hier allemaal... Maar de vraag is, mag je wel roken in het stadion? Nee, mag niet. Maar dit was nog wel de minste overtreding van de dag. En die gaat het eens gewoon eens heel rustig gaan schouwen. Terwijl de rest elkaar de hersens inslaat. Ja, ik moest er wel een klein beetje om lachen. Scherp oog. Ja, dus ja... Ik kijk naar andere dingen in dat... Ja, moment. Nee, maar ik zag het ook pas bij de tweede keer. Ik knap dat Willems gewoon verder ging. Vind ik ook wel een sterk statement dat je letterlijk uit het veld laat staan, niet laat gebeuren. Nee. Klasse dat je hier zit, George, naar die vreselijke 4-1. Ja, ik had hem graag afgebeld, maar dat vond ik heel zwak. Maar ja, hoort er ook bij, hè? Wel getwijfeld om te doen? Nee, ik heb wel gisteren Milan gebeld en uitgelegd van ja, als we een hele gezellige podcast willen maken met allemaal leuke grapjes, dan moeten we een andere dag pakken. Want dat gaat echt niet lukken. Maar... ik vind dat ook bij mijn werk hoort om juist nu er gewoon te zitten en het verhaal te doen. Ja. Hoe werkt dat op zo'n... Want je komt uit Rotterdam terug. Nou, wat je zei, lange busreis. Als je dan thuis bent, ik kan me voorstellen... Je probeert misschien wel je zinnen te verzetten. Maar je kan waarschijnlijk nergens anders meer aan denken. Nee, je gaat heel lang redenen zoeken. Kijken waar de fout zat. Wat heb je zelf fout gedaan? Wat kan je andere mensen verwijten? Of kan je andere mensen neerleggen? Wat moet je nu gaan doen in de komende dagen? Ja, en je probeert een soort grip te krijgen wat er gebeurd is. Waarom is dat gebeurd? Soms heel verklaarbaar. Een hele goede tegenstander. Tactische keuze. Hoger of lager druk zetten. Maar hij was gisteren wel heel ongrijpbaar omdat het heel individueel was. Individuele fouten zijn wel het moeilijkste als trainer om dan te accepteren en te begrijpen. Omdat die echt uit het niks komen. En dan nog ga je nadenken. Had ik dan een andere moeten opstellen? Hadden ze meer moeten motiveren? Minder moeten motiveren? Was het te veel stress? Te weinig stress? Ja, hadden we meer moeten bespreken? Minder moeten bespreken? Ja, je gaat overal aan twijfelen. En twijfelen klinkt heel slecht, want twijfelen klinkt alsof je niks weet. Maar je gaat het allemaal continu laten langsgaan in je hoofd. Alles wat je gedaan hebt in de hele week, elk gesprekje wat je wel of niet gevoerd hebt, komt voorbij. En dan probeer je een conclusie te trekken waarmee je verder kan. Maar die zijn vaak ook niet echt. Zeker nu met het gekke kwartier waarin we 3 grote fouten maken, totaal uit het niks. Ja, is het wel heel moeilijk om een verklaring te vinden. En dus ook om een soort van vrede mee te hebben, want dan blijft het heel erg ongrijpbaar. Ja, hoe werkt dat? Dat doe je dan in die avond, waarschijnlijk thuis, hier in, ergens in Leeuwarden. Ja, in de bus kijk je wel terug. Ja. Dan codeer je al mee, dan druk je gewoon de toets in van oké, deze aanval, dit moment wil ik nog een keer terugzien. Ja. Opvallende fout, opvallende situatie. Dan ga je nog een keer na, maak je een nabespreking. Ja, en uiteindelijk komt daarna nog een proces voor jezelf. En met de grootste vraag, hoe ga je de maandag de groep benaderen? Hoe ga je de bespreking vandaag in? Ga je zelf veel praten? Gaan de spelers meer aan het woord komen? Ga je beelden gebruiken of juist geen beelden gebruiken? Wil je snel positief? Ja. Wil je al praten over plek 16 of wil je het juist niet benoemen? Ja, je hebt zoveel keuzes te maken en ook heel veel dingen die je niet gaat doen zijn toch een keuze geweest. Ja. En wat heb je gedaan vanochtend en met welk argument? We hebben geen beelden gedaan. Een aantal spelers zijn vertrokken voor een interlands. Dus sowieso was de groep niet compleet vandaag. Maar ook omdat we wel voelden, de momenten bepalen de wedstrijd. We komen na een minuut of 3 of 4 met een hele goede kopkans van Johnson. Ja, dus iedereen die roept slecht begonnen, dan denk je, we begonnen niet slecht. We wonnen de eerste duels, we krijgen een grote kans. Alleen wat je heel erg ziet, en daar hebben we vooral over gesproken, zodra het dan misgaat, gaat het ook gelijk extreem mis. En hoe het misging, is al slecht. Maar we hebben nu een paar keer al gehad, voor ook PSV vorige week. De 2-1 en 3-1, heel snel achter elkaar. Thuis tegen de Eagles, goede wedstrijd, 1-0 voor. Wordt 1-1. En we zakken helemaal in elkaar. En dat is denk ik de grootste vraag. Hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Het omgaan met tegenslag. Want als het goed gaat of er is geen druk, kunnen ze heel goed voetballen. Ja. Dat zie je wordt uit tegen AZ en ook uit tegen PSV. Zegt iedereen, dat is makkelijk, want dan heb je niks te verliezen. Maar thuis tegen Eagles heb je wel alles te verliezen. Heb je echt een goede pot gespeeld, 4-1. Ja. Maar ook dat stukje erin, wat toch minder was. Waarin het vertrouwen zo broos is, dat één fout alles uit je handen doet glippen. En dat is natuurlijk een lastig, want dat is heel ongrijpbaar. Je hebt liever dat je zegt, oké, we gooien snel de as open. Of moeten eerder de lange bal spelen. Of moeten beter rugdekking geven. Ja. Daar kan je ook training op bedenken, oefeningen op bedenken. Ja, dit mentale stuk is dan veel lastiger. Maar geeft denk ik ook aan dat voetbal voor een heel groot deel veel meer dat is. Het is veel meer dat stukje dan een stuk van tactiek.
of een perfecte paas geven. Maar het omgaan met druk, het omgaan met spanning, het omgaan met fouten. Het overeind blijven als de spanning groot wordt. En gisteren Real Madrid-Barcelona, andersom Barça-Real. Ja. Ja, die gasten moeten elke week 2 keer presteren onder topdruk. En ik denk mensen vaak onderschatten dat dat deel van voetbal wel het moeilijkste is. Niet die bal goed raken, niet je beste dag telt, maar je niveau van de gemiddelde dagen. En dat zijn natuurlijk de beste spelers die jarenlang, 2 keer per week, ja, altijd een voldoende of hoger scoren. Dat is zo knap. Ja. Nu heb je eigenlijk dan al, nou ja, 2e seizoen op rij die degradatie zorgen. Ja, derde. Ja, derde. Hoeveel momenten op een dag kan je het ook even laten? Of kan dat überhaupt? Bijna niet. Je staat op het meteen. Je leert wel gedurende de jaren om momenten te creëren waarin je jezelf een soort van dwingt. Voor mij is het een bioscoop. Dan kan je je telefoon even niet pakken. Ga je helemaal op in de film. Maar thuis een film kijken lukt het totaal niet. Dus we hebben ook een paté pas, mijn vriendin en ik. Dus ik kan lekker naar de paté toe. Als dat mag voor reclame. Anders moet je nog alle andere bioscopen erin gooien. Ja, en sporten. Je merkt ook wel natuurlijk ook gewoon... je hebt alle dingen in je lichaam. Cortisol, adrenaline. Die moet er ook uit. Ja. Maar echt je hoofd leegmaken is wel heel erg lastig. Omdat je continu... Je hebt ook een mannetje of 27 aan spelers onder je, bij je. Je hebt een staf van 14 mensen. En alle 41 komen er vaak voorbij. Moet je even met die praten? Wat moet je daarmee doen? Oh, morgen nog even vragen hoe het met die enkel zit. Ook kan hij al trainen of niet? Je hebt zoveel dingen die langskomen in je hoofd dat het bijna niet lukt om helemaal af te schakelen. Tegelijk moet je het wel leren, want anders word je helemaal gek. Nee. Heb je jezelf er wel in ontwikkeld? Dat je nu misschien anders reageert in situaties waarin je 2 jaar geleden anders deed? Ja, zeker. Volendam thuis, mijn eerste wedstrijd hier bij Cambuur. We beginnen dramatisch en ik heb heel snel al een dubbele wissel gedaan. Nou, dat had ik in mijn beginjaren nooit gedaan. Want dan ben je nog aan het denken, wat doe ik zelf verkeerd? En ga je tactisch heel lang nadenken. Nu weet je gewoon, je tactiek is leuk en aardig. Maar er moet ingegrepen worden. En misschien is het niet de perfecte wissel. En misschien kan je heel veel voor- en tegens bedenken. Maar nu gaat het meer om het ingrijpen. Er moet ingegrepen worden. Dus ik haal die 2 eruit. Dat ook een signaal is naar de rest van het team. Ja, want je moet een bepaalde norm stellen. Je moet laten merken, dit accepteer ik niet. Nee. En dat de 2 anderen ook uitgekund hadden. Dan kan je heel lang nadenken over wie van de 2. Maar die tijd kan je niet verspillen. Want het signaal dat je afgeeft is belangrijk. En dat stuk, welke signalen geef je af, daar word je wel veel bewuster van. Omdat je heel goed weet wat de effecten zijn van dingen die je doet. En dat is ook een ervaringsvak van ik heb dit gedaan. Wat is er toen gebeurd? Oh, als ik dat weer doe, gebeurt weer dat waarschijnlijk. Dus ik moet het anders doen. En dat moet ook geen ding op zich worden. Dat ik elke keer ga wisselen, want ik wil een signaal afgeven. Maar wel dat je voor jezelf weet, ik moet nu iets doen. Dus dat nadenken, even naar de achtergrond toe. Ik doe het gewoon. Ja, we hebben nu 10 minuten, kwartier hier gesprek hierover. Het gaat denk ik 12, 13 minuten over het mentale aspect. Hoeveel procent van het voetbal is mentaal aspect en hoeveel is technisch-tactisch? Ja, kijk, het is een beetje een saai antwoord. De meesten kunnen goed genoeg voetballen. Dus dan is het bijna 100% mentaal. Want 100%? Met dat stuk voorafgenomen. Je komt er alleen als je goed genoeg kan voetballen. En dat goed voetballen kunnen doen. Wat ik zei, de beste dag. Als je elke speler zijn beste dag pakt, is hij echt heel goed. Maar het mentale maakt of je ook vaak je beste vorm kan hebben. Of in ieder geval in de buurt kan komen daarvan. Dus uiteindelijk is alles daarvoor uiteraard heel belangrijk. Maar wordt het verschil van heel groot door mentaal gemaakt. Mentaal is ook het geloven in een tactiek. Dus een combinatie van een tactisch plan. Dat zie je denk ik bij Feyenoord geweldig terug. Daar is Arne een meester in. Ja. Je ploeg laten geloven in een bepaalde tactiek. Waardoor het maken van een goal in de slotfase als je achter staat. Is mentaal. Maar ja, dat komt ook omdat je gelooft in die tactiek. Mijn eerste jaar bij Fortuna toen ik het overnam. Vanaf mijn officiële aanstelling voor mij 5 wedstrijden, 13 punten. Ja, dan gebeurt er met een groep iets. We hebben dat je hele jaar tot de laatste wedstrijd geen 1 keer een voorsprong gehad. En toch nog verloren. Ja, dat moet ook groeien. Dat zijn ook ongrijpbare dingen. Maar ik heb zeker van Erik wel geleerd. Ook dingen waar je als trainer heel veel wel aan kan doen. Niet alles, maar je kan wel heel veel creëren daarin. In een bepaalde mindset. En fitheid. Het geloven in fitheid. Erik was er heel goed in om elke keer te benadrukken. Als wij fit waren in een wedstrijd. En we worden wonnen nog aan het einde. Hoorde je hem wekenlang zeggen. Weet je nog, die wedstrijd. En daarom gaan we nu nog het bos in. Want we hebben toen gewonnen van die club. Omdat we fit zijn. Ja. En dat zijn wel die mentale dingen die natuurlijk heel veel uitmaakt. Hij ook wel zo sneaky was. Als we dan een test gelopen hadden niet zo goed was. Zei hij, nee, hang die maar niet op. Want het was toen heel slecht weer. Die testresultaten kun je niet serieus nemen. Dacht ik, volgens mij... Zei ik wel wat. Ja, en er zit van alle weken de voorspreking. Doe je die op vrijdag of zaterdag of al op donderdag. Wanneer maak je een opstelling bekend? Je hebt zoveel tools waarmee je dat mentale stukje kan helpen. Maar ook kapot kan maken. Dat is wel
waar je als trainer het meeste aan kan doen. Kijk, mijn spelers beter maken, individueel. Tuurlijk is er nog rek, maar als je al 25 bent, kan je nog iets beter worden technisch-tactisch. Ja. Maar vooral in het uitvoeren van wat je eigenlijk al kan. En het leren samenwerken, hoog druk zetten. Fantastisch, ja. Maar dan moet wel iedereen daarin geloven. Want als eentje niet gelooft daarin... Ja, nee. Dan heeft het al geen zin meer. Ja, en daarom weet je vaak ook teams die weinig winnen, die veel verliezen, krijgen altijd verwijt als ze niet hard werken. Hard werken, vechten voor je club, werken voor je geld. Inzet. Ja, want als het niet goed gaat, als de afstanden te groot zijn, lijkt het altijd zo. Terwijl ja, wie lopen de meeste meters? De teams die onderaan staan. Want die lopen zich helemaal de blubber achter die bal aan. Ja. Dus ja, daar is het stukje het geloven in tactiek, het overtuigd zijn. Ja, dat is denk ik het grote stuk. Want ja, weet je, een vrije trap binnenschieten wel of niet. Ja. Tuurlijk kan je heel veel oefenen. Nogmaals, dat deel tactiek is heel belangrijk. Ja. Maar de gezonde arrogantie, die heb ik hem erin schiet. Daar hebben we hier ook veel over gehad. Natuurlijk een groep die vorig kalenderjaar amper punten gehaald heeft. Dan ga je die gezonde arrogantie missen. Een speler die een kans mist en zegt, weet je, ik heb hem gemist. Maar hij kan niet door mij, dat kwam door iets anders. Ja. De volgende score ik gewoon. Je moet eigenlijk, ja, je moet arrogant zijn. Je moet een beetje meer zelfvertrouwen hebben dan eigenlijk terecht zou zijn. Om te kunnen omgaan met de druk, met de verwachtingen, met teleurstellingen. We gaan het bingo rad erbij pakken. Ja. Je mag draaien. Vijf balletjes, George. Moet ik hem zelf openen? Nee, nee, dat gaat helemaal goed. Kijk, komt hier aan. Ho! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Is dat een valse of... Opgewacht hoor. Ja, we skippen hem wel. Die ene skippen we, want zo lenig ben ik niet. Het is de eerste die meteen vijf ballen krijgt. Ja, het is effectief. Ja, je wil de vijf ballen hebben, zei je. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja, top. Even kijken. De eerste is 14. 14. Wat is jouw ochtendritueel? Zo kort mogelijk. Ik ben meer van de avonden dan de ochtenden. Kijk, dus pas goed in deze bus. Ja? Ja. Ja, ik heb thuis in Utrecht een ijsbad. Daar ben ik begonnen toen ik na Fortuna even tijd over had. Toen echt heel trouw, elke dag. Hier heb ik die niet, maar dat is ook wel lekker. Want dat echt lekker ben ik nooit gaan vinden. Nee. Wel elke keer zo'n trots gevoel als het gelukt is. Dus toen hoorde dat erbij. Maar nu is waarom echt... ben je dat dan gaan doen? Ik had het echt vaak koud. En als je dat gaat doen, heb je veel minder vaak koud. Het werkt wel echt goed. Maar gedurende de hele dag? Ja. Oh, echt? Ja. Oké. Ja, nee, het werkt. Ik heb het boek gelezen. En ja, uiteindelijk denk ik, ik ga het toch een keer proberen. Sian Fleming was bij ons extreem Wim Hof aanhanger. Zowel qua koud als qua ademhaling en zo. Nou, ik heb nu even de tijd ervoor. Ik ga het proberen. En ja, het gevoel erna. Je voelt je zo, bent zo trots op jezelf dat het je gelukt is. Maar de erin stappen. Och. Maar dat was toen dus. Maar nu is het echt wekker gaat. Douchen. Smoothie maken, want ontbijten heb ik ook niet zo heel veel mee. Nooit gehad. Kleding aan en de auto in. Dus tussen wekker en in de auto zit minuut of 25. Echt? 20, ja. Wow. Ja, 10 minuten douchen. Ja, kleding aan, en smoothie maken. Hoe laat sta je altijd op? Half acht. Half acht. Oh, prima tijd. Maar, als ik mijn eigen ritme mag kiezen, zou ik om een uur of 1 gaan slapen. Tot 9. Zeg maar. Mijn eigen ritme zijn. Maar ja, dat lukt hier niet. Mijn ook, ja. Ik ben meestal wakker om 9. Ja, zoiets. Nee, als ik niks hoef te doen. Het is hier meestal, ik slaap meestal een uur of 12. Want eerder lukt me echt niet. Tot 7:30. Volgende vraag. 71. Welke taal zou je nog willen leren? Welke talen kan je? Nederlands, Engels, Duits. Klein beetje Frans en redelijk Spaans. Oh. Zo. Dus jij bent echt wel voorzien eigenlijk. Ja, alleen moet ik wel zeggen, Spaans kan ik voor alleen tegenwoordige tijd. No puedes hablar en pasado. No, un poquito, pero no, no entiendes todo. Ja, ja. Ja. Nee, ja. Wordt in Colombia heb ik me prima gered op vakantie toen met Spaans. Maar dan merk je als je moet gaan praten over moeilijke dingen van ja, vroeger en dat, dan wordt het gewoon gisteren, ik doe dit. Dan denk je, ja, dat is geen hele goede zin. Maar goed genoeg om verstaanbaar te maken. Frans was middelbare school gewoon 5 jaar lang, 6 jaar lang nog dat gehad. Dus dat zit er wel ergens, maar wel verstopt. Duits heb ik wel redelijk kunnen onderhouden door voetbal. Dat je toch altijd Duitsers tegenkomt. Dan wil je dan toch het Duits blijven oefenen. En Engels, ja, bij Fortuna praten we alleen maar Engels. Dus ik vond het hier heel moeilijk om bij Cambuur over te stappen op Nederlandse besprekingen. Echt waar? Ja, maar dan ben je aan het typen voor de tekst in een beeld te zetten. En automatisch typ je dat gewoon in het Engels. Want dat heb je gewoon al die tijd gedaan. Dan denk je, oh nee, gewoon Nederlands. Ja. Dus dat even schakelen wel. Ja. Af en toe nog steeds, dan roep ik dingen een kreet in het Engels. Denk ik, oh, dat is gek. Dan ben je net zo'n marketeer die de hele tijd van die Engelse termen gebruikt. Ja. Ja, weet je, maar op je offside denk je, oh nee, het is gewoon buitenspel. Ja. Maar het liefst zou ik dat Spaans echt goed maken. Ik vind het echt leuk. Al vaak even begonnen met lesjes nemen of zo'n appje. En dan is hoofdtrainer zijn niet de beste combinatie, want daar heb je niet heel vaak tijd voor. Maar Spaans dan echt goed maken zou, als ik één taal mag perfectioneren, zou die het wel zijn. Ja, vind je Spaans de mooiste taal?
Ik vind het vooral een hele handige vakantietaal. Want okay, heel veel landen waar ik graag naartoe ga, zowel in Europa, maar ook naar Zuid-Amerika toe, is het gewoon heel fijn om Spaans te kunnen. Nee, het is echt perfect. Nummer 16 is volgende. Ik moet helemaal aan wennen dat die balletjes allemaal al gedraaid zijn. Wat een weer is het, joh. Wat is de mooiste herinnering aan je ouders? Wat ik wel een hele mooie vond. We hadden vorig natuurlijk NEC gespeeld, de beslissende wedstrijd. Na een seizoen met heel veel stress en heel veel spanning, waarbij ze extreem meeleven en naar mijn idee eigenlijk nog meer last hebben van de stress dan ik. Oh, echt? Ja, maar ik ook, als je er buiten staat, kan ik het ook voorstellen. Ik heb nog een beetje invloed, zij helemaal niet. Nee. En toen na de wedstrijd, toen we elkaar toen zagen... Waren ze erbij? Ja, ze waren, eigenlijk zijn ze er altijd bij. Oh, mooi. Echt bij uitzondering een keer niet. We worden 9:00 s'avonds door de week Groningen uit. Dat misschien niet, maar verder zijn ze er altijd en overal bij. En dat moment toen, is ook gefilmd door de regionale omroep toen. Die zette eigenlijk de camera in je nek bij zo'n moment. Die knuffel toen we elkaar zagen toen. Ja, dat was een heel mooi moment. Omdat toen heel veel dingen samenkwamen van zo'n zwaar seizoen waarin veel gebeurd was. Ja, we kan meerdere dingen bedenken. Maar dat vond ik wel een hele mooie waarin we met z'n drieën die mooie emotie van het moment konden delen. Maar ook voelden hoe zwaar het seizoen geweest was voor ons allemaal. Ja mooi. Dus dat is wel het droomscenario, dat ze hier op 28 mei... Ja, dat ze dan weer... Dat weer staan. Ja, dat zou wel... Wij willen de camera nu in jullie nek, ja? Dat mag. Ik denk dat je ervoor tekent, dat scenario, hoor. Dat je prima die camera in zijn nek wil. We zijn wel bij 62. 62. Fresia of Milan? Ja, sorry. Ja. Het staat er. Ja, Milan komt nooit bij ons kijken. Jij bent er af en toe nog, dus ik kies toch voor jou. Kijk, zo makkelijk, ja. Ja, er zitten makkelijke en moeilijke vragen tussen. Zo simpel is het. Ja. Of jij je altijd thuis voelt in de voetbalwereld? Nee. Maar het is sowieso een hele kortzichtige wereld. Waarin het heel erg gaat om als je wint is alles goed. Neem het voorbeeld van jouw moment van de week. Eén redding wel of niet. Ja. Alles is zo kortzichtig. En als we winnen ben ik de beste, als we verliezen ben ik de slechtste. Ik heb Fortuna zeker natuurlijk meegemaakt ook. Van de handhaven naar toen een paar keer voor mijn gevoel bijna ontslagen. Naar toch weer handhaven, alles is goed. Naar opeens ontslagen worden. Ja, op die manier geleefd worden vooral. Dat staat me het meeste tegen. Maar ook dat je dat je hele leven laat afhangen van binnenkant, buitenkant paal. En dat wil je niet. Je wil liever daar boven staan. Maar we hebben nu vrij de komend weekend. Ja, het gaat echt een opgave worden om volgend weekend gewoon te genieten van de vrije dagen die je hebt. En niet te blijven hangen bij Excelsior. Of al bij Emmet zitten met je gedachten. Ja. En vooral daarvan loskomen is wel een hele moeilijke. Niet de voetballerij dus zelf die me tegenstaat, maar meer de impact op je leven die het heeft. Waardoor ik ook wel zeker weet dat ik om de 5-6 jaar een jaar ertussenuit wil. Ja. Anders is voor mij ook mijn kwaliteit van leven. Ja, dan ben ik straks 60 en denk ik, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Alleen maar in hectiek, alleen maar geleefd aan de hand van voetbaluitslagen. Geen tijd gehad voor leuke dingen die ik naast voetbal kan doen. Want ik ben iemand die als hij werkt dat vol overgave doet. Heel veel uren maakt. Het moeilijk los kan laten. Ja, dan moet naar mezelf, maar naar de club waar je werkt, toe kunnen zeggen na 5-6 jaar. Nu een jaar niet, want ja, anders ben je straks 60 en denk je, dat heb ik in godsnaam mijn leven gedaan. Ik heb alleen maar onder die druk gestaan, alleen maar onder vergrootglas gezeten. In een glazen huis waarin iedereen alles beoordeelt. En alles alleen maar afhangt van winnen of verliezen. Ja, maar dat klinkt niet als een leuk verhaal. Nee, maar hoofdtrainers zijn dus ook lang niet altijd leuk. Ik ken zelfs hele succesvolle hoofdtrainers die zeggen, ja, ik ben heel succesvol. Maar eigenlijk heb ik buiten voetbal geen leven meer. Ja. Mijn hele leven is alleen maar voetbal. En het werken op zich is geweldig. Met die gasten, met je team. Het proces waarin je elkaar probeert elke dag beter te maken. Het samenwerken. We hebben een hele mooie staf. Een leuke spelersgroep. Maar het is extreem intensief. En nou, ik hoor jou net zeggen dat je op vakantie gaat. Ik heb van de laatste 7 bruiloften van vrienden er 6 gemist. Ja. Allemaal in het weekend. Ja, allemaal op wedstrijddagen. En dan kan je zeggen, mensen, ja, kan je niet eens regelen? Nee, ja, dat kan niet. Ik kan niet zeggen dat ik niet kom. Nee. En dat zijn weer heel veel dingen die je mist, los van de festivals en verjaardagen. Ook echt grote momenten waar je denkt, ik woon nu deels hier in Leeuwarden. Terwijl een vriendin, familie, vrienden, ik ben allemaal in Utrecht. En dat is geen zielig verhaal, want daar ben ik heel blij mee dat het mag. En ik vind het een fantastische club, precies er zelf voor. Betaalt goed, alles klopt. Alleen maakt mij wel de afweging van hoeveel jaar achter elkaar doe je dit. En hoeveel jaar heb je toch andere prioriteiten. Want zeg, zelfs succesvolle trainers weten die zeggen, multimiljonair, topprestaties. Maar ik heb geen leven meer. Mijn hele leven is alleen maar werken, werken, werken. Ja. En als ik thuis kom, ben ik alleen. Wil gisteravond kom ik hier thuis. Zal reinigen dan ooit. Dan zit je daar in je eentje. Dan denk je, ja. Het is 9:00 s'avonds. Wat een leven.
Wat ga je dan doen? Maar ja, ik ben gisteren Barça Real gaan kijken. Ja, en ik heb het boekenweekgeschenk uitgelezen. Ja, en toen kon ik nog niet slapen. Ben ik dan die documentaire over MH370. Ja. Ben daar maar aan begonnen. En toen was het een keertje 2 uur 's nachts. En denk ik, nou, ik ga nog proberen te slapen. Ja, en dat denk je wel van, is dat als dat te veel gebeurt. Maar andere kans, overwinning als tegen Eagles. Ja, en hoe gaat dat dan? Ja, alleen het vervelende is wel, die euforie is veel korter dan de pijn. Ja. Want dan ga je toch heel snel denken, ja, we hebben nu gewonnen. Maar die speler komt terug van een schorsing. Ga ik wisselen of niet? En hey, ze bouwen zo op. Moeten we druk zetten over links of over rechts? Je gaat heel snel door. Maar nederlaag blijft veel langer hangen, gek genoeg. Wat is er zo verslavend aan? Want bijna iedereen is wel echt helemaal verslaafd aan het trainerschap. We verslaafd aan dat je het zoveel tijd besteedt? Nee, dat het zo leuk is. Want uiteindelijk zijn er zoveel die er niet echt afscheid van kunnen nemen. Nou ja, ik heb ook wel een van jullie analisten horen zeggen. Ik wil best nog eens trainer zijn. Maar alleen maar een club die genoeg wint. Want onderin... Wie zei dat? Ja, maar ik weet niet of hij dat fijn vindt, maar Mario vindt vast niet erg als zijn naam genoemd wordt. Nee. Nee, ja, Mario zei een keertje van, ja, weet je... Nee, dat heeft hij ook wel eens tegen ons gezegd. Nee, Mario zei van, ja, weet je, trainers zijn echt leuk, alleen als je meer verliest dan wint, is het een afschuwelijk vak. Ja. Ja, weet je, maar neem Stielbouw bij Utrecht. Ik woon daar, dus krijg je wat meer mee van de geluiden. Ja. Een maand geleden. Helemaal toegezongen. Liep iedereen de stad met hem weg. Als ik mensen sprak over hem van, ja, fantastische trainer. Ja. We gaan de halve finale van de beker halen. We gaan misschien wel rechtstreeks top 5, top 4. Ja. Ja, een maand later kan je er weer helemaal niks van. En dat is zo moeilijk aan het trainersvak. Alleen, de goede momenten zijn ook zo geweldig. Ik wil bel Arne nu op hoe het gaat om om trainer te zijn. Je wint 7-1 in de Europa, je wint van Ajax uit. Ja, ja, fantastisch. Alleen, de dalen zijn ook wel heel diep. Dat maakt het wel heel ingrijpend voor je leven. Ook omdat je denk een goede trainer voelt verantwoordelijkheid voor de hele club. Als ik gisteren dat uitvak zie. Die gasten waren er al eerder dan alle thuisfans er waren. Wij kwamen aan en er waren al fans. Ja. 400 mensen. Ik weet hoe onze directie het best gedaan heeft om bij de politie het voor elkaar te krijgen. Dat we ze mee mochten nemen. Want dat mocht daarvoor bij PSV niet. Nee. Ja, en dan voel ik me al zo verantwoord naar die gasten alleen al. Nog los van de mensen op kantoor hier. De supporters die in heel Leeuwarden zitten. Je voelt zo extreme verantwoordelijkheid voor alles en iedereen als trainer. En je weet andersom ook dat ze jou erop aankijken. Ja. Dat ze jou aankijken op elke fout die een speler maakt. En dat maakt het wel heel erg... Ja, misschien als jouw vraag wel terecht, een verslaving is vaak niet goed. Maar vaak ook deels wel te begrijpen, want de kick is geweldig. Alleen de neveneffecten zijn vaak heel zwaar. Ja. Het is ook moeilijk, denk ik, voor iemand om te realiseren. Want als je alles zo noemt, dan denk je, ja, dat is ook echt... Het is zoveel tegelijkertijd wat je allemaal moet managen. Ja. Er zijn zoveel ballen die je tegelijkertijd hoog moet halen. Jan Wouter zei tegen mij toen, hoofdtrainer zijn hetzelfde als je rijbewijs halen. Als je hem hebt, als je het bent... Dan ga je merken hoe het is. Maar je bent wel continu met 1001 dingen bezig. Proces, het ideale woordje van Erik, waar Erik altijd over sprak. Maar het is wel zo, het proces moet je alle kanten bewaken. Hij appt het mij nog een dikke maand geleden. Rustig blijven, proces volgen. Ja, dat is wel het trainersvak. Alleen, juist dat is moeilijk als het onrustig is. Dan degene zijn die rust uitstraalt en zegt, we gaan die kant op. Wat er ook gebeurt, we gaan die kant op. Ja. Wel mooi dat Erik... Ja, die heeft natuurlijk ook een krakzinnige tijd, is hij aan het beleven. Dat hij dan nog wel de tijd maakt. Hij zit ook vrijdag keukenkampioen divisie te kijken, hoorde ik laatst van Hans. Ja, tijd om jou te appen. Na mijn ontslag. Ik werd ontslagen op zondag. Ze hadden maandag toen, Liverpool. Niet de 7-0, maar de eerdere. De kentering, zeg maar. Ja, de kentering. Ja. En ik kreeg gewoon een appje van hem toen, die dinsdagochtend al. Ik denk, ja, je zit in zo'n roes. Was er best wel druk op hem nog. Het Ronaldo gedoe speelde. Heb je Liverpool verslagen, maar ja, in Engeland moet je 3 dagen later weer spelen. Ja. En dan toch even een appje sturen. Ja, het staat heel veel over een goed mens. En dat blijft voor mij, ik heb die van Gaal. Van Gaal toen om heel veel advies gevraagd. En dat blijft elke keer terugkomen. Na heel veel adviezen gegeven te hebben, zei hij, het belangrijkste is een goed mens zijn. Dat blijft voor mij de kern van trainer zijn. Los van al die dingen die je doet, zorg dat je een goed mens bent. En dat je trots kan zijn op hoe je met mensen omgaat. Ook al moet je boos worden, ook al moet je mensen wisselen, teleurstellen. Ja, probeer toch een weg te vinden waarin je een goed mens bent. Dat is denk ik in elke baan uiteindelijk het allerbelangrijkste. Tijd voor tijdrekken. Zian Fleming of Burak Yılmaz? Zian Fleming. Die is nu wel echt episch bezig, hè? En kijk, Burak is een geweldig grote speler. Alleen Zian heeft ook een heel groot aandeel gehad in mijn succes vorig jaar. Dus alleen heel dank daarvoor. In de knuffel met je ouders. Ben ik al verplicht om Zian te noemen, maar hoe hij het nu doet. Geweldig en... Ik heb het mij al een keertje ergens heel voorzichtig genoemd, maar het zou mij niet verbazen als Zian ooit nog gewoon een oranje komt. Oké. Hebben jullie de quote voor het stukje? Ja. Ik al, Zian Fleming in oranje. Ja. Een stroomman in het voetbal zou niet moeten kunnen.
Eens. Björn Johnson gaat de dubbele cijfers halen dit seizoen. Ja. Hoeveel staat hij nu? 4 goals. 4. Het belangrijkste advies dat Henk de Jong me heeft meegegeven is... Blijf jezelf. Het boek dat ik elke trainer kan aanraden is... John Wooden. A Lifetime of Observations on and off the court. Mijn droomclub in het buitenland is... Zo. Valencia. Helemaal leuk leven. Nee, ik heb niet echt een droomclub, dus ik moet toch gewoon denken aan leuk. Eigenlijk is gewoon de mooiste stad. Het is via Valencia een beetje die hoek te zoeken. Valencia is een topstad. Ik heb niet echt een droomclub, maar als je dan vraagt qua land, zou Spanje wel echt een fantastisch leven zijn. Ook heb je daar waarschijnlijk ook geen tijd om van te genieten als trainer. Nee, maar, precies. Maar eigenlijk dus geen droomclub, maar Valencia of Sevilla, zoiets is wel een... Mooie stad. Klinkt goed. Snap ik wel. Ooit word ik hoofdtrainer van FC Utrecht. Ja. Mooi. De term kroonprins van het Nederlandse trainerschilder moeten we nooit meer gebruiken. Ben ik wel met je eens. Ja? Ja. De speler waar ik de meeste tijd en energie in heb gestoken is? Giovanni Troepé. Ik heb hem in de onder 12 gekregen bij Utrecht. In de onder 16 gehad. Toen hij bij 1 kwam gehad. Als assistent trainer bij 1 gehad. Nou, daarna veel contact mee gehouden. Dus echt zijn hele voetballoopbaan. Heel veel van jaren samengewerkt. Van jongs af aan tot speler van het jaar bij Utrecht. En nu nog steeds contact. Hij zit in Bulgarije nu, maar nog steeds contact mee. Ja, ik wist ook niet waar hij speelde. Ja. Bulgarije, dus grappig. Als Ten Hag een assistent bij United nodig heeft, dan mag hij me bellen. Hij mag altijd bellen. Ik wist dat je dit ging zeggen ook. Ja, natuurlijk mag hij bellen. Ja. Ja. Zeg je ook ja? Ja, nu zit ik hier. Ik heb gewoon een contract, maar stel ik zou geen club hebben en hij zou bellen, zou ik zeker ja zeggen. Ja. Ja, maar het werken met Erik is geweldig en het werken bij zo'n extreme topclub is ook geweldig. Dus hoe leuk ik het hoofdtrainersvak ook vind, alleen al om die twee redenen, zou ik volmondig ja zeggen. Ja. Tegelijk, als je zou vragen, zou je dan het hoofdtrainerschap missen? Ja. Ja. Maar dat is gewoon weer anders. Het is gewoon het leukst. En het Niet altijd, maar wel gewoon hetgeen waar ik het meest voldoening uit kan halen. Ja. Maar ja, zo'n club, zo'n trainer, moet je geen seconde over nadenken. Ja. Nou, nu even de slechtste, want je hebt verloren. Dus laten we hopen voor je dat je over een paar weken weer de beste bent. Ja, zo snel kan het gelukkig ook gaan. Ja. Ja, thanks.